Corner en daar gaat hij er wel in. Valkenburg. Nu kan Rome de bal niet stoppen. Erik Valkenburg. Aangetrokken voor de broodnodige doelpunten bij Willem II. Omdat Armenteros en Sahar, de twee topschutters, zijn vertrokken. Hier is Andersen. Hoppers, terug naar Andersen. Komt daar aan de voorzet. Verlengde Valkenburg 1-0. Het is pas de tweede treffer dit seizoen van Willem II. Aanhoudt. Goed, meteen door naar Van der Struik. Van der Struik met een doelpunt. Die bal die komt zomaar in de verre hoek terecht. Lucas Andersen. Gaat buitenom. Verrast daarmee Van der Marel. Goed teruggelegd en binnengelopen. Robbie Haamhout beslist hier de wedstrijd in de 69e minuut. Na een heel fraaie actie van Andersen. Van der Struik. Valkenburg. Haamhout. Valkenburg, kans. En dan is hij er toch in. Eerste echt serieuze kans. Derde goal dit seizoen van Erik Valkenburg. Haamhout. Daar is weer Valkenburg. En daar is de tweede. Een mispeer van de keeper. Die zich vertwijfeld afvraagt hoe hem dit nou kan gebeuren. Geselecteerd voor Jong Oranje. Omdat hij goed kan keepen. En dat laat hij hier niet bepaald zien. In de kluts en dan pad. Is die bal achter de lijn? Wat zegt de assistent? Ja, die zegt dat de bal over de doellijn is. En dus is daar het doelpunt. En zo is het 1-1. Oh ja. Sivkovic, aannemen, scoren. Nou, in één keer kan ook. Schitterende goal, die Gajro Sivkovic. Hoe lang heeft hij hier niet op moeten wachten? Hoe lang heeft Willem II hierop gewacht? Personeel genoeg van Willem II. Bij de tweede paal Sivkovic. Bal weggehaald door Kaplan. Nemert zorgt ervoor dat Willem II voetballen blijft. De goal van Andersen. Chaos in het Heerenveense strafschopgebied. En daarvoor verantwoordelijk is voor een groot deel die grote reus uit Slowakije, Nemert. Andersen even kappen. Garcia uitgespeeld. Daar is het dreigend, daar is het gevaarlijk. Sterker nog, daar is de treffer. Erik Valkenburg. Topschutter van Willem II. Koppers brengt de bal op. Kan een end komen. Nemec legt af op Andersen. En daar is de eerste paas op Sivkovic. Die het lichaam er goed tussen zet. En meteen scoort. 41 seconden op de klok. En Willem II pakt hier een voorsprong. En dat doet het op voortreffelijke wijze. Bal buiten 60 meter gebied van Excelsior, maar hij is weer terug. Nieuwe voorzet, buiten, zijn nu wel raak. Dries Wuitens wordt gefeliciteerd. Peters mee naar voren. Wuitens ook, de twee centrale verdedigers van Willem II als de hoekschop wordt genomen. Bal wordt verlengd en een doelpunt. Valkenburg met het hoofd en dat doelpunt hing in de lucht. PSV vat het veel te gemakkelijk op na die 1-0 van Pereiro. Van der Struik, dat is bijna een hoekschop als hij die inworp neemt. Richting Van der Velde, die kan verlengen. Sivkovic en de goal. De goal van Valkenburg, zijn tweede. PSV wordt overrompeld. PSV wankelt. En Lamproe met de handen in de lucht, want Willem II laat zijn tanden zien in de... Ik dacht Stijn Wuitens achter de bal. Oosterwijk, de spits die altijd gaat verdedigen dan als het moet. De schotel van de velden, maar de bal komt niet door. Nu misschien wel Andersen. Andersen, hard onhoudbaar. Willem II leidt. In de wetenschap dat FC Twente dit seizoen nog niet één keer naar een achterstand is teruggekomen. Tot een resultaat. Achterballen, Andersen. In één keer op het doel. En hij gaat erin ook. Andersen scoort weer. Op heeft Peters die bal nog beroerd. Het zal Streppel weinig uitmaken. Het is 0-2. Kavia ligt uitgeschakeld. Andersen probeert zijn hemd te stoppen.
Andersen. Nog steeds Andersen. 3-1. Drie goals van Andersen. Dat is een hat-trick. Onderbroken door een goal van de tegenstander. Oké, zuivere hat-trick. Verdedigers van Willem II zijn mee naar voren. Als Stijn Buiten trapt en dat heel aardig doet. Wat heet. Het is een doelpunt. Joppe maakt hem. Zit hier dus in. Het kon niet uitblijven en Valkenburg eist het doelpunt op. En normaal gesproken weten de Tilburgers nu dat de buit binnen is. 2-0. Toch de Belg en dus is het 3-0. Stijn Buitens. Zo heeft het de nodige moeite gekost, maar wordt het nu toch een ruime overwinning voor de ploeg van Jurgen Streppel. Van der Velde achter de bal. En voor de handen van Martin Hansen heen. Het staat 1-1. Hoekschop, anders dan laag. Dan en dan het doelpunt. Willem II komt langzij. Buitens is het die de bal binnen tikt. De ploeg had al meer initiatief na de Buitens met de corner. En daar is Buitens helemaal vrij. Helemaal vrij. Zijn tweede treffer en slecht verdedigd door Rode JC. En Willem Andersen. Valkenburg. Schieten of afgeven. Van der Velde. Van der Velde. Hoek is lastig. Maar oh, wat doet hij dat mooi. Wat doet hij dat goed? Een snel doelpunt voor Willem II. Begin van de tweede helft.